Welkom bij deze nieuwe video waarin wij de ETB van de nieuwe Obsidian Flames gaan openen. De nieuwe Scarlet & Violet set met uiteraard die Dark Charizard. We gaan kijken of we die vandaag kunnen poelen. Wat wij in ieder geval gaan poelen is een van de volgende kaarten die allemaal staan beschreven in uiteraard de Player Guide. Daarin kun je alle kaarten zien die in deze super vette set zitten. En dan gaan we even een kijkje nemen in de box. Uiteraard, want wat kun je allemaal verwachten in zo'n ETB? Ten eerste uiteraard 9 packs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 packs. Dan vind je ook nog zo'n leuke paarse en oranje coin. Je vindt nog wat dobbelstenen, een rode dobbelsteen. Deze hele coole sleeves en dividers met Charmander erop. En uiteraard de Charmander promokaart. Nu al de beste promo die er is. Helemaal leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Kevin en op dit kanaal maak ik allerlei Pokémon content. Games, kaart openen, noem het maar op. Vandaag gaan we dat dus ook doen. We beginnen met deze eerste pack van de Scarlet & Violet Obsidian Flames. En ik ben heel enthousiast over deze nieuwe set. Waarom? Als je een Charizard liefhebber bent, dan moet je deze zeker hebben. Want de Dark Terra-type Charizard zit erin en niet 1, niet 2, maar 4 keer. En de pull rates die zijn, als ik online mag geloven, heel erg gunstig. Dus de kans dat jij er zo'n Charizard uitpikt is heel erg groot. Wij gaan kijken naar deze ETB. Daarin zitten dus die 9 packs om te kijken wat we daaruit kunnen halen. Maar ja, als jij een Charmander Charizard liefhebber bent, dan is deze ETB er eigenlijk sowieso al eentje die je moet hebben. Want eerlijk is eerlijk, die Charmander promo, die is natuurlijk heel erg vet om te hebben. Die boze Charmander die aan het bashen is tegen die Pidgeys die daar rondlopen. Mocht je iets horen op de achtergrond, het spijt me. Dat is mijn zoontje die lekker televisie aan het kijken is. Dus ja, dan misschien dat je Up een beetje voorbij hoort komen ondertussen. Wat je misschien wel merkt is dat ik deze video heb opgenomen, de cam en de reactievideo, nadat ik deze kaarten heb geopend. Dat vind ik zelf chiller. Ik vertel gewoon een beetje over de box, terwijl jullie gewoon kunnen gaan kijken wat er allemaal voor moois in zit. En dat vind ik zelf het fijnste werken. Ik hoop dat dat ook zo overkomt voor jullie. Dus ja, niet echt een live reactie, maar meer achteraf vertellen over hoe ik het heb ervaren. En dat is eigenlijk dat ik heb ook een boosterbox geopend. Ben je benieuwd naar welke pools ik daar allemaal heb in zitten? Ga dan zeker even naar mijn Instagram, PokeKevinNL. Daar ga ik mijn hitjes allemaal delen, ook van de boosterbox. En de komende dagen deel ik daar ook stories met een aantal packs die, ja, met hitjes die ik uit die boosterbox gehaald heb. In de ETB zaten wat minder hitjes, maar de hitjes die erin zaten vond ik wel heel erg chill. Dat gaan jullie zo meteen zien. En wat jullie ook zien is hier onderin een balkje die aan het lopen is. Bijna afgelopen is zelfs. Met een giveaway. En deze week, als jij de opdracht goed uitvoert, is dat een setje kaarten. Het zijn er 3. Van Regidrago. Die kaart. Dan heb ik een normale holo. De normale V. En de full art. Dus best wel een heel dik setje om te hebben. Dus ben jij fan van die Pokémon? Laat het zeker even weten in de comments welke Pokémon je zo meteen in beeld ziet. En dan kunnen die 3 kaarten, dat setje, zomaar van jou zijn. Goed, we hebben hier een Eevee. Altijd leuk om te hebben. We hebben een Magnemite. We hebben een Larvitar, schattige kaart. Daar zit ook een alt-art ervan in. Een hele stoere Sharpedo. Espeon. Evolutions zijn altijd goed. Daar komt even iemand voorbij rennen. De Floatzel hebben we. De Rowlet in Reverse Holo. Dat is natuurlijk een hele lekkere om te hebben. En daar is die, het eerste hitje, de Pidgey. Deze artwork is door iedereen geprezen, hartstikke leuk. En een Togekiss. Who's that Pokémon? Ja, welke Pokémon zou dat nou zijn? Laat het weten in de comments en dan kun jij misschien die giveaway winnen. In ieder geval die Pidgey line, de Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, die artworks die worden geprezen. Iedereen vindt die cute tekenstijl helemaal geweldig. Dus het was heel erg fijn om die erin te hebben zitten. De Houndour, de Toadskool, nog een keer de Eevee. Die kun je niet vaak genoeg hebben. Die kan ik zo 1, 2, 3 doorschuiven naar mijn vrouw, naar Daphne. Die spaart namelijk alle evolutions. De Ninetales ook, een hele vette artwork moet ik zeggen. Duck Trio hebben we hier. We hebben een Chandelure, jawel, in Reverse Holo. En daarachter
De Pidgeot, jazeker. We missen alleen de Pidgeotto nog, maar deze kaart is ook hartstikke nice. Het is die Double Gold Rare, dus dat is ook echt wel een hele vette kaart om erin te hebben zitten. Die kom je niet zomaar tegen, al zijn de pull rates in deze wat kleinere set echt heel gunstig. Dus de kans dat je een aantal hele grote hitjes hebt op het moment dat jij een boosterbox haalt of een ETB, die is gewoon heel groot. De Charizard Alt Art Rare heb ik ook al gepoeld zien worden in gewoon 3-pack blisters en zo. Dus het kan in deze set. Dit is er zeker eentje waar je niet op moet gaan slapen, in ieder geval. De Houndour hier nog een keertje. We hebben de Stoutland. Jazeker. De Frogadier hebben we erin zitten. De Drampa. En de Glimmet Reverse Holo. Niet zo super bijzonder uiteraard. Maar goed, als je een Master Set spaart, dan wil je natuurlijk al die Reverse Holos hebben. En hierachter zit deze, niet echt mijn favoriete Pokémon moet ik zeggen. Een Charizard pack. Zou hier dan die Charizard in gaan zitten, dames en heren? Dat zou toch een partij lekker zijn, of niet? We gaan het zien, dames en heren. We gaan dit pakje openen. Volg mij trouwens ook op pokevin-nl, de Instagram. Want ik heb bijna 200 volgers. En ik ga mijn 100ste post plaatsen morgen, denk ik. Of vandaag zelfs. En met die 100ste post, dat wil ik toch een beetje vieren, ga ik een giveaway doen met de de code cards voor de online trading card game. Die je hier allemaal in deze video verborgen voorbij ziet komen. We hebben hier een Entei Reverse Holo. Best een lekkere kaart om Reverse Holo te hebben. Zo'n Legendary. We hebben de Steenie. Die gaat regelrecht in de map van Daphne. Kan ik jullie nu al vertellen. En daar is hij. De EX Coridon. Sowieso een vet om te hebben. Ik heb Scarlet. Daphne heeft Violet. Dus voor mij heeft Coridon en Scarlet een plekje in mijn hart. Dus die is heel vet om te hebben. Dan gaan wij verder. Na de ene laatste pack alweer, geloof ik. 3 hitjes op 9 packs. 1/3 hitje. Als je daar ook nog de promokaart bij optelt. Dus meer dan 1/3 aan hitjes. Is op zich niet slecht in een ETB, moet ik zeggen. Maar of je nou per se de prijs eruit hebt gehaald, dat denk ik niet. Die Pidgeot gaat nu voor ongeveer €25 of zo. Die Charmander voor een tientje, denk ik, die promo. Maar dat gaat allemaal nog inkakken natuurlijk, die prijzen. Sowieso de prijzen die je net in beeld zag over hoeveel ze waard zijn. Raw, dat is de raw prijzen op eBay nu. Dus hoe ze op eBay verkocht zijn. Dus ik zoek dan op sold. En de prijzen die daar staan met hoe ze daar verkocht zijn, die zie je nu in beeld. Maar dat gaat natuurlijk, stel je ziet deze video over 2 maanden, keihard ingekakt zijn. Dat is altijd zo. Dus disclaimertje daarbij. We gaan naar onze laatste pack, dames en heren, van deze ETB. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden tot nu toe. Het product. Ik bedoel, die sleeves vind ik ook heel vet. Die dividers vind ik heel erg cool. Dus ja, laat mij zeker eventjes weten. Terwijl hier iemand voorbij gestormd komt. Ik denk dat jullie de platvoetjes horen stampen hier. Laat me even weten wat jullie van die ETB vinden, van die box. En of jullie hem misschien ook al hebben gehaald of gaan halen. Als dat aan de hand van deze video is, dan vind ik dat natuurlijk heel erg cool. Als jullie nu denken van, wow, die wil ik dus ook hebben. De Baltoy Reverse Holo en onze laatste kaart, Darkrai Holo. Niet de slechtste kaart. Darkrai is natuurlijk ook gewoon een legendary. Hier nog even korte hitjes. Onze Pidgey, onze Pidgeot en onze Coridon uiteraard. Die zit er nog achter als het goed is. Ja, ja. En uiteraard ook niet te vergeten onze Charmander promokaart. Dat is uiteraard ook gewoon een hitje. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Wil jij nou ook zo'n box halen? Doe dat dan bij Elite Game Store. Daar haal ik al mijn producten. Dit is geen sponsor. Dit is gewoon omdat ik hun heel graag een handje wil helpen. Ze hebben de beste prijzen die ik tegen ben gekomen online. En 9 van de 10 keer heb ik er hele mooie hitjes in zitten. Dus ga zeker eventjes bij hun checken. Ze hebben niet alleen Pokémon, ook allerlei anime, Disney, allerlei trading cards. Ook de Funko Pops en zo. Dus ga daar zeker checken. Mensen, dankjewel voor het kijken. Hopelijk tot de volgende video. En fijn weekend nog.